Hallo kijkers van Haar Me Frodo en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Haar Me Frodo. Jouw favoriete memerijshow. Meme show. Laat maar gewoon. Jouw favoriete show. In ieder geval. Het thema van deze week is Jetter versus Harmon Frodo. En er zijn hoeveel memes? 38 memes. Kijken of we er eens een goede 10 minuten video van kunnen maken. Oké, we gaan meteen over naar de eerste meme. I kill the man. And you? Ik vind Jetter slecht. Nou, het grappige is, Jetter is wel echt een voorbeeld voor mij. Omdat, ik ken hem dus ook echt al heel lang ondertussen. En hoe hij edit, diss tracks maakt, kan rappen en zo. Ja, wel echt een voorbeeld voor mij. Dus ik vind hem niet slecht of zo. Echte stem gebruiken? Autotune. Nou, het grappige is dat hij kan tenminste autotunen. Dat is weer een verschil, want dat kan ik niet. Maar ja, soms gaat iets gewoon beter klinken door autotune. Dus ja, dan doe je het ook maar gewoon. Harmon Frodo? Jetter. Ja, lastige keuze. Ik zou ook gewoon niet eens klikken. Ik zou niet eens zelf weten of ik op mezelf zou stemmen. Jetter. Stomme Belg die van die maakt. Nou, dat is grappig. Dat komt dus uit een video van Milan. Waarin hij dat zei over Jetter. Wat dus eigenlijk wel super grappig was. Want dat is echt de eerste video geweest buiten zijn eigen kanaal volgens mij. Waarop ik hem heb gezien. Dus ja. Over wie gaan we een diss track maken? Siem, Delly, Harmon Frodo. En dan ben je ontslagen. Dus mocht je ooit ontslagen willen worden bij Jetters bedrijf, dit is de manier. Dan mij zeggen in plaats van dan ik. Ik zou ze het liefst allemaal persoonlijk in elkaar slaan. Het grappige is dat dit tekst was in de diss track van Jetter over Siem. Waarin hij dan mij zei in plaats van dan ik. En toen ging Siem het erover hebben en de hele comments stonden erover vol. En toen ging hij helemaal boos worden. Dat is wel grappig. Remember this kid? This is him now. Hier heb je gewoon geen eens uitleg voor nodig. Dit is gewoon een prachtig plaatje. Hier gaan we gewoon even 5 seconden naar kijken. Dan mij zeggen in plaats van dan ik. It ain't much, but it is honest work. Ik zal geen speedcursus Nederlands gaan geven voor alle mensen. Drive-by diss track. DDG diss track. Reageren op een diss track over Jetter van Harmon Frodo. Een super originele video maken waarin je Twitter bio's fixt. Stel je voor dat dit een keuze was. Welke zouden jullie dan maken? Laat het nu achter in de reacties. Dan ik, dan jij, dan hij. Ah, hij begint nu flauw te worden. Mocht je trouwens zelf memes willen insturen, dat kan. DM je memes naar @harmonfrodo_YouTube. Misschien ben je dan wel in de volgende aflevering. Er wordt een briefje doorgegeven. Er komt geen diss track over Harmon Frodo. Ja, en dan is hij meteen boos. Het grappige is dat als ik al deze templates van memes ken uit gewoon echt zulke hele bekende shows. My heart. Bij de DDG diss track gewoon stil. Gewoon bij de Mojo on PC diss track. Bij de drive-by diss track over Siem. Dan gaat hij helemaal los. Beetje alsof je op een festival staat. Diss tracks. 2017 tot 2018. Nou, heel veel mensen zeggen dus dat je daar echt heel laat mee kan zijn. Maar ik denk altijd van dat soort mensen van, ja, het is gewoon niet zo. Ik ben niet laat. Ik ben niet origineel. Misschien dat wel. What about Thor? Of World? Captain Marvel? Unavailable. Jetter? Wrong universe. Zo ken ik hem helemaal niet, maar hij is wel leuk. We are in the endgame now. Ik 229 abonnees, Jetter 2286 abonnees. Ik weet echt niet wanneer je deze gemaakt hebt, maar gemaakt hebt of gemaakt heeft. Nee, wanneer je deze gemaakt hebt,
hebt. Maar ik heb ondertussen echt heel veel meer abonnees dan 229. Misschien ga ik hem wel inhalen. Maar we zijn echt totaal niet in die endgame voor iedereen. Make Banjo great again. If I tell you what happens, it won't happen. Ik vroeg me nog af of... Volgens mij is dat hele ding met de televisiering en Make Banjo great again ook helemaal gefaald uiteindelijk. Oftewel, het is gewoon één gefaald project. Echt overal waar ze hun handen naar uitstaken van... Dit proberen we te pakken, alles mislukt. Wel een beetje sneu. Make Banjo great again. In this war, we lose everything. Precies, dit is eigenlijk wat ik net probeerde te zeggen. Niks is gelukt. Maar het kwam niet door Jetter. I fear no man. But that thing, it scares me. Ik denk dat het gaat over de bril van Jetter. Ik zou zeggen, neem dan maar een masker, net als Jeroen. I see this as an absolute win. Het grappige is dat je merkt echt in die hele subcounter dat er echt twee momenten zijn waarop hij omhoog ging. Moment 1 was de video van Jeremy die online was gekomen. Moment 2 was de video van Roelie die online was gekomen. En dat zie je gewoon heel duidelijk terug in de subs. En nu gaan we het niet over mijn statistics hebben, want daar zie je het ook allemaal in terug. Maar daar gaan we het niet over hebben. How do we know if they are actually dead or just pretending? Harmon Frodo is beter dan Jetter. Ja, ik vraag me dus af of je op een slagveld echt zo zou kunnen gaan liggen. Maar ja, je ziet heel vaak in zulke Tweede Wereldoorlog films en zo dat dan opeens zo'n handgranaat toch nog ontploft en zo. Dus ik zou het maar niet proberen. Help! Help! Ik zit vast op een onbewoond eiland. En dan komt Jetter. Jetter komt hem redden. Die komt uit de helikopter. En dan vraagt hij, wil je een district maken voor mij? Nou, dan stapt hij weer in de helikopter, vliegt hij weer weg. Het grappige is dat, ik heb dat dus ook. Dat als je een diss-track hebt gemaakt, je in de reactie 100 keer krijgt van mensen die niet eens YouTube-video's hebben. Wil je een diss-track voor mij maken? En dan denken ze dat ik dat nog ga doen ook. Man. Woman. Poor. Rich. Asian. Mensen die willen dat Jetter een diss-track over hun maakt terwijl ze geen YouTube-video's hebben. Dit was eigenlijk precies mijn hele punt ook. Wat ik net probeerde duidelijk te maken. Kid. Violence doesn't help. Voor de Nederlandse kijkers. Kind. Geweld helpt niet. Ja, je hebt meer subs dan mij. Ik ga er ook gewoon niks meer over zeggen. Is goed zo. Als Seam Lines steelt. Oh shit, here we go again. Nou, het grappige was dat hij letterlijk in die... Ik denk dat echt niemand die Jetter's video's niet kijkt deze memes allemaal begrijpt. Maar het zijn ook maar twee mensen die dit samen gemaakt hebben, dus daarom. Seam die had dus lines gestolen van Jetter, echt heel duidelijk. Maar die wou dat niet toegeven en die heeft daar toen een hele video over zitten maken. We did it! We time traveled. But to what year? Let me ask that guy over there. Hoeveel abonnees heeft Jetter? 500. We are in 2018. Ja, het grappige is dat echt meteen in 2019 dat helemaal zo ging. En het begon eigenlijk bij 500 allemaal. I killed a man. And you? Ik zeg dan mij in plaats van dan ik. Ja, dit template hebben we al gehad. Dus dat is ook omdat heel veel dubbel was en zo. Een eigen diss-track maken? Nee. Lines stelen van Jetter en vervolgens zeggen dat de lines van Jetter niet op je eigen level zijn. Dat is de trick. Een eigen diss-track maken? Lines jatten. Nou, ik zou gewoon op lines jatten drukken hoor. Jullie zouden die video die laatst was online gekomen over Jetter en mij en mijn lines en zo moeten bekijken. Dan snap je het meteen. Jetter Belgische chocolademoespetter. Daarvoor moet je ook die video kijken waarin hij reageert op mijn diss-track. Wie zetten we
bij kwalitatieve kameraden. Dat is dus een kopje op Jetters kanaal, waarin hij allemaal mensen heeft die... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe je daarin komt, maar ja. Sam, Misha, Harmen Frodo, nog een keer ontslagen, gewoon weer. Mijn naam noemen, dat zorgt alleen maar voor pech. Mensen die Siem beter vinden dan Jetter. Ik zou ze het liefst allemaal persoonlijk in elkaar willen slaan. Ik ben dus benieuwd of Jetter zichzelf beter vindt dan Siem of niet. Remember this kid? This is him now. Dit zijn echt 100% Siem memes. Hier ga ik ook gewoon niks over zeggen. Hier moeten we ook gewoon naar kijken. Harmen Frodo bij kwalitatieve kameraden zetten. It ain't much, but it is honest work. Ik hoop dat ik echt na deze video, dan sta ik daar. Sam bij kwalitatieve kameraden. Ja, hij komt gewoon weer hoor. Hij komt gewoon weer. Ik zeur door tot ik er sta. Sam bij kwalitatieve kameraden. Billy bij kwalitatieve kameraden. Misha bij kwalitatieve kameraden. Harmen Frodo bij kwalitatieve kameraden. Ja, het moet gewoon. Nu moet het. 1 keer in de week uploaden. 2 keer in de week uploaden, dat doe ik. 3 keer in de week uploaden. Alleen uploaden wanneer je zin hebt. Dat doet Jetter. Nee. Maar ik denk dat voor de content die hij maakt, heb je ook veel meer tijd nodig. Dus ja, dat verschilt ook wel. Ja, je hebt meer subs dan mij. Er wordt weer een briefje doorgegeven. Beetje hetzelfde concept als die vorige. Nou, en dat was hem. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Harmeme Frodo. Hebben we de 10 minuten behaald? En ik zie jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Tot later! En de Bermuda-driehoek? Bermuda-driehoek bestaat niet.